en superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikking. Ik ben Carijn Tjukkes en ik leer jullie alles over bloemschikking. Elke zaterdag om 8 uur een nieuwe video waarbij ik jullie iets nieuws leer. En vandaag gaan we aan de slag met de herfst, want daar hebben we weer zin in. Heel veel mooie materialen zijn er weer verkrijgbaar en daar gaan we vandaag mee aan de slag. Heb jij nou iets moois gemaakt? Deel het met mij en wie weet deel ik het binnenkort hier. Dus dat vind ik alleen maar leuk en dan gaan we nu gauw beginnen. Festoen maken in herfstsfeer. En hiervoor heb ik allerlei materiaaltjes gekozen die ik wel weer voor me neer heb gelegd. En dit gaan we als het ware wikkelen. Het blijft ook heel lang goed, dus je kunt er heel lang van genieten omdat het allemaal of indroogt of al ingedroogd is of het droogt nog in. Dus laten we gauw gaan beginnen. Als basis gebruik ik deze stok van het herfstblad. Maar het is ook mogelijk om een dik touw te gebruiken of een tak van buiten. Dus als het maar mooi recht is en wat steviger. En ik heb wikkeldraad nodig. En wat we dan gaan doen is het wikkeldraad even bevestigen aan de tak. Of het touw of je andere tak wat je ook maar gebruikt. Ik haal even het onderste blad eraf. Zodat ik echt, dat vind ik dan wel weer mooi als uiteinde. En daar wikkel ik eventjes het ijzerdraadje omheen. En wat we dan gaan doen is elke keer toefjes hier omheen wikkelen tot we eigenlijk op de gewenste lengte zitten. Dit doe ik gemengd, maar je kan het ook in groepen doen, dus net wat je zelf mooi vindt. Je legt er elke keer tegenaan en dan wikkel je het eromheen. Mooie lampionnetjes, die heb ik even om het stil te laten verlengen eventjes op een draadje gezet. Kan ik ook iets beter en makkelijker verwerken. En dan wikkel je hem er eventjes weer omheen. Ik vind het mooi als de onderkant eventjes iets smaller loopt. Ik ga nu werken met een achterkant, omdat ik ook zo op wil hangen tegen de muur aan. Maar wil je nou helemaal dat hier rondom mooi is, dan is het ook belangrijk dat je hier af en toe een toefje doet. Dus dat je hem echt rondom wikkelt en op die manier echt rond werkt. Maar ik werk nu met één kant omdat ik hem toch zo wil ophangen. Appeltjes, die heb ik ook even op een stokje gezet. Zoals je ziet wordt het echt al heel mooi, al die materialen en kleurtjes ook, hè?
zoals je ziet heb je dan echt een prachtige kleurrijk festoen. Dan gaan we hem nu afwerken. Je wikkelt echt eventjes heel goed door, zodat alles heel stevig zit. Even goed af en weg. Is het nu tijd om het laatste af te werken? Ik ga het laatste afwerken met een mooie wikkeling van touw, omdat ik dat mooi natuurlijk vind en ook mooi bij het geheel vind staan van de festoen. Ik heb hier de jute touw en daarmee gaan we het mooi afwikkelen. Ik bind even het beginstuk eromheen, even met een knoopje. En dan gaan we wikkelen tot we eigenlijk geen ijzerdraad meer zien. Prachtig. Ik heb er een strikje in gemaakt, zodat je hem zo kan neerleggen als tafelstuk. Maar je kunt hem ook ophangen omdat ik er een touwtje aan heb gemaakt. Mooi voor bij de deur bijvoorbeeld. Echt super mooi. Wil je hier nou ook mee aan de slag? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je dit als compleet pakket bij mij kan bestellen. Heb je nou meegedaan met deze les? Deel dan het resultaat bij mij. Dat kan via Facebook, Instagram of via de mail. Hieronder in de beschrijving vind je ook alle kanalen. En vond je het leuk, doe een duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk gratis, dan blijf je op de hoogte van alle nieuwe video's die ik online plaats. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Doei!